Goedemorgen mensen. Fijn dat jullie weer zijn. Kijk eens. Gaan we zo beginnen. Hier is de eerste lichte opwarming. Het gaat eerst over gewichten. Dit zijn er. Als ook sterke mensen willen zijn. En als je wil sportief blijven, moet je ook duidelijk zijn om het goed te doen. Allereerst bedoel ik dat. Of je gewicht ook hebt. Dit zijn gewichten. En laat zien hoeveel. En de 25 kilo staat er. En dit is lichtgewichten en de zware zijn iets zwaarder. Ik hoop het jullie goed gaat met een goede training en gezond blijven. En gezond blijven is het allerbelangrijkste voor je hele lichaam. Dus nu is een nieuwe training laat zien. Gaat zo. Nee, ik kan niet zitten. Meteen zo. Gewichten. Ga je zo zitten. Even uitleggen. Zeg maar. Hoe je je handen moet pakken. Hier kun je ook pakken. Maar dat is niet beter. Ja, en zo kun je ook weer pakken. Maar het is eigenlijk bedoeling om allebei de handen. Omlaag. Dus. En even uitleggen hoe je handen moet grijpen. Hier is dit. Dit stuk. Zeg maar. Die moet je je handen pakken. En normaal doe je hier om gewone trainingen mee te doen. Als je omhoog wil doen. Moet je uit de kant pakken. Dan hou je hier vast. Hele hand. Ringvinger en je duim. Maar die moeten stevig zijn. Stevig. En de rest omheen. Je alle kanten heen kan sweepen. Is eigenlijk zelf. Of term als deze kant. Dan moet je die twee. Rievingen en je tuin, die moet je hier op doen. En dan je dit hele hand pakken. En dan heb je dit. Dan ga je omlaag. Rollen. Rechts. En omlaag. Even checken. Je handen goed stevig staan. Als je het controleert hebt, dan hou je vast. Dan hou je zo vast. Als je knieën buigen, dan zijn buigen. Langzaam buigen. Dan ga ik even zo doen. Even. Kijk. Even laten zien. Het is een elleboog. Die moet helemaal uitgestrekt zijn. En terug.
Als zo een paar keer dat doet, dit doe je 5 keer. Zeg maar, dat is 5 keer. Als dat goed gaat, doe je en nog een keer 5 keer. Doe je nog een keer. Dan hou je die 2 vast, die ik er net over gehad heb. Nou, die hou je vast en die hou je vast. En dan ga je nog een keer. En nu gaan we de kop ook moeilijk maken. Dan pak ik allemaal gewicht hoor. Dan ga je zo en omhoog. En dan zo. Dan gaan we naar voren en naar. En terug. Tien naar voren. En zo. Het is dus nieuwe training. Als die gedaan hebt, dan moet je aan dit. Zo. En hoe je tussen benen moet je omhoog gebogen zijn. En je licht en je en je rug moet je iets zo. Hou je zo vast. Dit doe je zo, de achterkant van je been. Als jullie mensen nog niet. Dan zie je mijn benen goed zien nu het gebogen is. Hier zit gewichten op je benen. Ik kan het net laten zien. Via de zijkant en ik ga nu even voor laten zien. En hoe dit helemaal thuis ziet. En dat is het resultaat. Ik deze gewicht net over gehad heb. Zeg maar, dit is voor je armen. En dit is voor de benen. Ja, als je die precies hebt gedaan als met je vingertjes, dan heb je met je voeten. Hou je zo vast. Want dan ga je. Alleen je duimpjes hou je hier op. Zie je boven alleen de duimpjes zien. Alleen je duimpjes. En ga rest op je gewichten vast. Alle kanten. En dit is eigenlijk het leukste vak, denk ik. En dan ga je liggen. En dit is eigenlijk stort. Ook zo'n beweging. En lijkt het. Ja, sommige mensen die zo moeilijk zijn. Probeer het vol te houden. Als het niet lukt, even rusten. Dan even weer verder. Je legt hem ook rust nodig. Net als ik. Als het goed gaat. Als het jullie goed gaat.
Natuurlijk goed. Als je wil abonneren, ga je daar doen. Als je wil liken. Als je wil liken, doe je daar. De abonneren doe je daar. En ik zie jullie later.